Vandaag in Beijing. Ik vind het echt heel erg eng dat er zoveel nepnieuws is. Want je ziet vaak dat Trump nepnieuws verspreidt. Maar Trump zegt ook dat andere media nepnieuws over hem verspreiden. It's all fake news. It's all a ruse. Not true. It's all fake news. En als je Trump, de president van Amerika, en bijvoorbeeld het NOS-journaal niet eens kan geloven, wat kan je dan nog wel echt geloven? Ik had gelezen toen met die verkiezingen dat Hillary Clinton zwanger was van Donald Trump. Ja. Dat is gewoon niet normaal meer. Hallo. Zo. Goed nieuws? Meen je niet? Ja, dat meen ik. Echt waar? Ik geloof nee. niks van. Nee. Echt niet? Ik geloof het ook niet. Waarom niet? Omdat de kans zo klein is. Het klopt, het is ook helaas niet zo. En een vriendin van mij die had hem gemaakt. En ik dacht, dat is leuk, ik neem hem mee. Omdat ik weet dat jullie geïnteresseerd zijn in nepnieuws. En zelf hou ik heel erg van leuk nepnieuws. Zoals Lucky TV en de Speld. Dus dacht ik, misschien kunnen we hier wat mee. Maar ik begreep dat jullie je vooral zorgen maken om nepnieuws. Ja. Ja. Wat zijn jullie zorgen dan? We moeten wel echt weten wat er in de wereld gebeurt. Als je dat niet meer eens kan weten. Want we leven gewoon nu in Nederland en we weten wat er direct om ons heen gebeurt. Maar wat er echt in de hele wereld gebeurt, dat weten we niet. En dan moet ons wel goed verteld worden. En je kan het ook niet zo makkelijk checken. Ga jij maar eens naar Rusland toe om het te checken of het wel waar is. Ja. Dat kan niet, dus je moet het maar slikken eigenlijk. Dus, en wat is dan de achterliggende angst? Wat kan er dan gebeuren? Stel je voor, de NOS is niet te vertrouwen. Dat als er dan echt iets aan de hand is, en dan geloof je het niet meer. Hebben jullie wel eens van trollen gehoord? Trollen? Trollen. En dan die bedoel kleine ik wezens? Ja, ik bedoel niet die Noorse Nee, dan niet. Wezens. Maar ik bedoel trollen, internettrollen. Ja, volgens mij een soort van iemand die nepnieuws inderdaad verspreidt. Of eigenlijk een beetje loopt te klooien op het internet. Ja, nou, ik ken iemand. En die is helemaal gespecialiseerd in het ontmaskeren van trollen. Die zelf ook weet hoe je nepnieuws kunt maken. Dus dit is misschien het moment waarop we iets met deze check kunnen. En dat jullie dat naar hem, dat jullie dat mee kunnen nemen. Ja, is goed. Nou, wie maakt er even een mooie foto van mij? Ik. Ja? Ik moet zo vrouwelijk mogelijk kijken. Ja, super. Perfect. Oké, ik ga hem op Twitter zetten. Wat zal ik erbij zetten? Een droom wordt werkelijkheid met 3 uitroeptekens. Top. Hey. Fake news, oftewel nepnieuws, is uitgeroepen tot woord van het jaar. Maar toch is nepnieuws niet nieuw. Al lang voor de komst van internet werden nepnieuwsberichten de wereld ingeholpen, vooral tijdens oorlogen. Nepnieuws wordt ook nu nog vaak gebruikt om groepen tegen elkaar op te zetten. Neem dit bericht over een hondje dat zou zijn mishandeld door 3 asielzoekers. Het oorspronkelijke bericht gaat over een hondje dat is mishandeld door een groep tieners. En deze 3 mannen zijn geen asielzoekers, maar gevangenen. En dan kan het gebeuren dat mensen bang of boos worden door wat ze lezen. Zoals deze vrouw over asielzoekers. Saskia, pakken ze onze banen in. Ik heb een jongen thuis, mijn zoon, mijn pleegzoon. Die is 21, die wil dolgraag werken, die krijgt geen werk. En hun krijgen over 4 maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over 4 maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Maar de man die de term fake news echt groot heeft gemaakt is Donald Trump. You are fake news. Zo weigerde hij een journalist van CNN te woord te staan omdat deze zender volgens Trump nepnieuws over hem verspreidde. Robert van der Noorda spoort nepnieuwsberichten op en de trollen die deze berichten maken. Hij kan jullie een spoedcursus trollenvangen geven. Ja, jongens, kom weg.